Goedenavond, dames en heren. Ik verzoek iedereen, voor zover nog niet gedaan, plaats te nemen. Ik zie nog een paar mensen binnenkomen. Op de eerste plaats wil ik iedereen hartelijk welkom heten. Met name ook alle mensen op de publieke tribune. Het komt niet vaak voor dat het zo vol zit, maar wat mij betreft zou dat elke vergadering mogen. Eens even kijken. Nou, ik open de vergadering. En ik heb geen mededelingen namens deze zijde. En er zijn ook geen andere mededelingen binnengekomen. Dan ga ik over naar punt 2, de vaststelling van de agenda. Heeft iemand behoefte om te praten over een wijziging van de agenda? Ik geloof het niet. Spreekrecht, nou dat is helemaal het mooie van de democratie. We hebben maar liefst 6 insprekers bij het onderwerp. Even kijken. Punt 4? 5? Ja, 5 is weggevallen. Bij punt 5, meedoen, blijven is meedoen. De gevolgen van het toename van het aantal asielzoekers. We beginnen met punt 4, de algemene voorzieningen huishoudelijke hulp gemeente Hardenberg, eigen bijdrage en de verordening. Wie mag ik daarover het woord geven? Oh, voorzitter, sorry. Volgens mij moet ik nog eens spreken. Ik ging te snel. Ja, we hebben dus inderdaad 6 insprekers en als eerste zou ik denk dat het mevrouw Zia Ascres, ik hoop dat ik het goed uitspreek, het woord willen geven. Meneer, sorry. U kunt hier naartoe komen. En als je op het knopje drukt, dan gaat de microfoon aan. Ja, goed. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Zia Ascres. Ik kom oorspronkelijk uit Kabul, Afghanistan. En ik ben woonachtig in Hardenberg hier sinds juni 2003. En ik ben getrouwd. Ik heb 3 kinderen. Ik heb in mijn eigen land radiologie gestudeerd en als een radioloog ook gewerkt bij een academisch ziekenhuis in Kabul. Toen ik hier naar Nederland kwam, werd mijn diploma helaas niet gewaardeerd. Ik moest een paar jaar bijstuderen in Groningen, maar er lag een belemmering op mijn weg. Taalbarrière. Ik had namelijk niveau 2. Het was heel laag niveau voor zo'n hoogopleiding. En daarom moest ik naar Zwolle om Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen. En dat is voorbereiding voor staatsexamen niveau 4. En dat heb ik ook gehaald, zeg maar. Maar te laat. Dat duurde best lang. Ja, de leeftijd kan ook rollen spelen. En bovendien is Nederlandse taal ook moeilijke taal. Denk ik, na de Chinese taal is Nederlandse taal moeilijke taal. Zo denk ik. Maar ik wil, ja, mijn doel bereikt, zeg maar. En toen zei de instantie SWS, en de SWS bestaat niet meer, geloof ik, Stichting Werkende Scholen. Ja, meneer Ascres, je hebt heel goed gedaan. Daarper. Maar nu heeft de gemeente, of in het algemeen de regering, een ander beleid. De gemeente betaalt die hoge bedrag niet voor de radiologie of voor het studeren, zeg maar, voor het studie. En ja, dat was een grote klap voor mij. Ik heb zoveel moeite gedaan. Ik hoop dat ik straks kan iets betekenen in het ziekenhuis als een radioloog. Maar de antwoord was negatief. Ik heb een andere weg gevolgd, zeg maar. Een goedkoper opleiding, helpende zorg en welzijn. 2 jaar was, maar omdat die voor mij makkelijk was, zeg maar. Ik heb hoge opleiding gedaan in mijn land, zoals ik gezegd heb. Op de Universiteit Kabul, Afghanistan. Die opleiding heb ik 6 maanden afgerond. En toen doorgestroomd naar SAW. Sociaal agogisch werker.
En ik ben geslaagd en gediplomeerd. En toen heb ik bijna overal gesolliciteerd als een SAW'er. Maar iedere keer kreeg ik dezelfde antwoord, zoals helaas, succes. Met verder solliciteren enzovoort. Op dat moment riep mijn gemeente, zegt ja, meneer Ashkris, je moet bij de ATC gaan werken. Omdat ik een uitkering van de gemeente kreeg, mocht ik niet die mooie aanbieding van de gemeente weigeren. Ik ging 3 maanden lang bij ATC gewerkt, samen met de gehandicapten. Mensen die ik vroeger zelf begeleidde. Maar op dat moment waren ze maar gewoon collega's. Sorry, ik heb geen andere negatieve, zeg maar, mening over gehandicapten of gewone mensen. Maar ja, dat was voor mij heel vervelend als een opgeleide man. Maar nu ja, bij de ATC gaan werken. Met behoud van uitkering. Na 3 maanden heb ik een PGB, persoonsgebonden budget, voor mijn moeder aangevraagd. En ik heb 5 jaar lang voor mijn moeder gewerkt. En ben ik gestopt met de ATC, dus gewerkt voor mijn moeder. En daarnaast begon ik als vrijwilliger bij de vluchtelingenwerk Hardenberg. Hier. En tot nu toe ben ik daar ook actief bezig. Helaas overleed mijn moeder in februari dit jaar. En vervolgens was ik weer genoodzaakt om een bijstand aan te vragen bij de gemeente. En nu ben ik benieuwd, ja, wat gaat gebeuren met mij? Moet ik terug naar de ATC of misschien ergens anders? Ik ben niet voor werk. Niet bang voor werk, zeg maar. Maar een ATC is niet mijn niveau, niet mijn plek. En dit was mijn verhaaltje. En vriendelijk bedankt voor jullie aandacht. Dank u wel. Ja, heel mooi en heel erg binnen de tijd. Dank u wel. Zijn er mensen die vragen hebben voor meneer Zia Crash? Meneer Reiling zie ik, meneer Boesma, meneer Van der Wel en mevrouw Henriette. En meneer Rodemond. Ik begin bij mevrouw Veldhuizen van der Wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik neem aan dat u regelmatig contact hebt met uw werkconsulent van de gemeente. En is dit ook, dit probleem wat u hebt, is dit ook bespreekbaar? En komen daar ook reacties op terug voor u waar u wat mee kunt? En wordt er gezocht naar een andere werkkring? Nog niet, nee. Aanstaande donderdag heb ik een afspraak met mijn werkconsulent. Ja, we gaan even kijken wat gaat gebeuren en wat heeft voor mij. Ja, of niet? Ja, dus de aanstaande donderdag. De heer Van der Wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Boeiend verhaal. Mooi dat u dat ook met ons wilt delen. Wat is de reden dat u het hier vertelt? Wat is uw verwachting van ons met het verhaal? Want ik heb er niet echt een vraag in gehoord in uw verhaal. Want eigenlijk wat u met name aangeeft is dat u moeite heeft om een baan te vinden en, of laat ik zo zeggen, moeite heeft om een baan op uw niveau te vinden. Ja. En wat zou de rol van de gemeente erin moeten zijn om u daarbij te helpen? Mijn hoop is, als de gemeente mij niet accepteert als een radioloog, dan mag ik als een laborant werken in het ziekenhuis, niet bij de ATC. Het is een heel laag niveau. Ik weet dat het een heel laag niveau is. De laborant ten opzichte van radiologie is zo groot afstand. Maar ja,
is beter om bij een ATC te werken. Of misschien in een ziekenhuis, een afdeling radiologie, verpleegkundig of zoiets. Dit is mijn vraag. En wat zou onze rol daar dan in moeten zijn? Ja, om mij te helpen. Of mijn verhaal te luisteren en aan iedereen even te vertellen. De situatie. Hoe moeten wij dit oplossen? Op een goede manier. Ja, ik ben bereid om ergens te werken, maar op mijn niveau. Ja, als ik niet zo opgeleide man was, dan accepteerde ik, ja, is goed. Ik ga werken bij ATC. Niet anders. Ik moet ook broodje kopen. Maakt niet uit, bij ATC of op straat. Maakt niet uit. Maar ja, ik ben zo opgeleide man. Ik heb heel veel ervaring. En bovendien heb ik ook eens afwegen dan. Als de diploma van Mailand ongeldig is. De diploma van hier in Nederland. Dus veel geldig. Dank u wel. Meneer Boersma. Nou, allereerst wil ik even gezegd hebben, meneer Askerest, dat ik onder de indruk ben van wat u hier presenteert en de manier waarop. U komt uit het buitenland en u heeft een heel rustig voordracht en een mooi verhaal. Dus complimenten daarvoor. Dat is punt 1. Dank u. Ik heb één vraagje om even te verduidelijken. U zegt op een gegeven moment, het beleid werd veranderd. Ja. En toen wilde de gemeente het bedrag voor mijn studie niet meer betalen. Heb ik dat goed gehoord? Of ja. Kunt u daar iets kort over zeggen? Dat snap ik niet helemaal. Ja, hoeveel bedrag was? Ja, wist ik ook of weet ik ook niet. En waarom hebben ze niet mij geholpen? Ja, weet ik ook niet. Geen idee. Maar ja, in ieder geval mocht ik niet. Je zegt, we zijn te laat. Ja, de leeftijd heb ik zoals gezegd, kan ook rollen spelen. Voor jonge mensen een fluitje van een cent. Maar ja, voor een oudere man zoals mij, ja, kost tijd. Ja, het is de kwestie van de tijd. Helaas. Meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Kunt u aangeven wat de motivatie er aan de grondslag lag dat u die SAW-opleiding ging doen? De motivatie? Omdat ik altijd in een ziekenhuis gewerkt heb, wou ik graag ook even met die mensen omgang en die mensen helpen. Ja, die was helemaal andere weg. Maar dat heeft ook een klein beetje te maken met de gezondheid, met zorg en dergelijke dingen. Meneer Rodermond. Dank u wel. Ik heb mijn vragen beantwoord gekregen, onder andere door de vraag van meneer Nijhoff. maar goed, ik wil u in ieder geval hartelijk danken ook voor uw verhaal. En ik wens u in ieder geval succes met uw zoektocht naar een beter bestaan hier in Nederland. Dan sluiten we uw bijdrage af en dan vraag ik of u hier plaats wilt nemen. En dan fijn, bedankt. Bedankt voor de aandacht. En u bedankt voor uw verhaal. Dan vraag ik Romano Boshoven. Nou, het lampje brandt al, dus je kunt gewoon in gang gaan. Oké. Okay. Goedenavond. Ik zal beginnen met even introduceren wie ik ben. Mijn naam is Romano Boshoven. Ik ben geboren hier in Hardenberg, zoals mijn accent misschien ook verraadt. En ik studeer bedrijfseconomie. Mijn vader die was een vluchteling uit Macedonië. Die is hier langere tijd geleden naartoe gekomen. Hij is overleden toen ik heel jong was. Dit maakt dat ik volledig Nederlands ben opgevoed. Maar vandaag spreken we over integratie voor statushouders. En ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk het is om te integreren in een totaal vreemd land. Wat ik me echter wel heel goed kan voorstellen, is wat de migranten zoal meemaken. Wat ik namelijk wekelijks meemaak, is discriminatie. Een onderwerp waar ik enige tijd geleden een brief over schreef die landelijk enige publiciteit kreeg. Discriminatie is onlosmakelijk verbonden met integratie. Of beter gezegd, waarom integreren mij zo moeilijk lijkt. Deze discriminatie is erg toegenomen sinds de opening van het asielzoekerscentrum in Hardenberg, vlakbij waar ik woon.
Nederlanders met een buitenlands uiterlijk zijn plots allemaal asielzoekers. Integratie is iets wat in mijn mening van twee kanten moet komen. Vanuit de migrant, maar ook zeker vanuit de Nederlandse, en in dit geval de Aardbergse samenleving. Deze samenleving stelt zich soms echter wel heel hard, afwijzend en zelfs agressief op. Zo ben ik geen migrant, maar ik heb wel de uiterlijke kenmerken. Dingen die ik zoal te horen krijg, beschreef ik in mijn brief. Uitschelden blijft niet enkel bij, ga terug naar je eigen land. Ik krijg de meest verschrikkelijke ziektes te horen, op straat. Ik krijg te horen dat alle moslims dood moeten. En dat is geen uitzondering. En dat is ook niet alleen schooljeugd. Het gebeurt door allerlei leeftijdsgroepen. En dat gebeurt heel veel, ook in Hardenberg. Een ander voorbeeld is als ik een treinkaartje koop op het station dat er naar mij toe wordt geschreven: koop maar een ticket naar Aleppo. Dit overkomt vluchtelingen, migranten er natuurlijk ook. Misschien nog meer dan dat het mij overkomt. Ik sprak onlangs met een man uit Syrië. Ik zat met hem in de trein. Hij verbleef in het asielzoekerscentrum Heemsepoort. Hij vertelde mij dat hij zo blij was met alle hulp die hij kreeg van vrijwilligers. Met de moeilijke formulieren, zoals hij dat zei. Maar hij vertelde mij ook dat er op straat veel naar hem geschreeuwd werd. Hij begreep dit niet goed. Hij vond het bedreigend. Vond ik wel een heel treffend verhaal. Integratie is ontzettend belangrijk. Ontzettend lastig ook. Maar wij verwachten inzet van migranten om te integreren. Laten we dan ook zorgen dat de samenleving ook volop meedoet. Zorg dat het niet langer die asielzoekers uit het asielzoekerscentrum bij Heemse zijn waar ik mijn kinderen niet langs laat fietsen. Zorg dat wij de asielzoekers leren kennen, dat de mensen weten wat voor mensen dat zijn en dat de afstand verkleind wordt. Het minste wat wij als gemeente in Hardenberg kunnen doen, en waar ik gemeenteraad ook heel hartelijk voor vraag, is om ze te steunen en ze te helpen in hun moeilijke integratieproject. Discriminatie wegnemen is misschien irreëel, maar laten we er wel alles aan doen om te zorgen dat het onder woorden wordt gebracht, om te zorgen dat het vermindert, om te zorgen dat het niet normaal geacht wordt. Dus laten we ons inzetten om de migranten, statushouders te helpen. Want integreren, het lijkt mij ontzettend moeilijk in een samenleving die zich soms zo hard opstelt. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk even in de zaal rond of er vragen zijn. Ik zie meneer Boersma, meneer van naam verandert van der Wel. En de heer Brink, meneer Boersma. Ik was opnieuw een boeiend betoog wat indrukwekkend is. Wat ik wel durf te zeggen, als ik terugga naar de discussie die wij hier gehad hebben over de komst van het asielzoekerscentrum, de manier waarop het in Hardenberg in deze raad is behandeld, nou, dan durf ik het zeker namens mijn eigen partij te zeggen, maar ook wel namens heel veel raadsleden hier, dat de raadsleden uw betoog wel onderschrijven. Het is in ieder geval heel fijn om te horen en dat weet ik. Maar het verhaal wat ik vertel is toch wat ik nog op straat merk. En dat wil ik gewoon graag onder woorden brengen. Dank u wel. Dank u wel dat je de stem van de straat ook hier naar binnen brengt. Meneer Van der Wel. Ja, ook respect voor uw verhaal. Ik denk dat ik me bij de heer Boersma kan aansluiten. Dat als ik kijk hoe we hier ja hebben gezegd tegen het AZC. Eigenlijk van harte welkom hebben gezegd tegen het AZC. Dan vond ik dat heel erg mooi. Ik hoor de verhalen die u schetst ook. En laat ik vooropstellen dat ik dat heel erg vind. Dat kan niet, dat mag niet. Want we hebben hier met z'n allen gewoon ja gezegd. We hebben dat als samenleving gewild. En we hebben dat als politiek gewild. Dat één. Maar mijn vraag zou wel aan u zijn, hoe zouden we dat dan kunnen doen? Want ik hoor het u benoemen, maar de oplossing die lijkt mij zo vreselijk moeilijk. Maar daar heeft u vast ook over nagedacht.
ik ben het zeker met u eens dat het ontzettend moeilijk is om dit op te lossen. Ik noem ook in mijn verhaal vanavond dat het misschien irreëel is om het totaal op te lossen. Maar er zijn dingen die we meer kunnen doen. Bijvoorbeeld ga naar de middelbare scholen toe. Praat met de mensen die daar naar school gaan. Want het is ook erg veel schooljeugd. En daar kan ik op vertellen. En wat zouden we die mensen dan volgens u moeten zeggen? Ik denk dat het begint met een stuk bewustwording over wie deze vluchtelingen, asielzoekers, hoe mensen ook maar willen noemen, wie dit zijn. En dat het niet iets is om bang voor te zijn en niet iets is om je tegen te verzetten, maar iets is wat we moeten ondersteunen als samen. Meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik onderschrijf de woorden van mijn voorgangers. Ik heb ontzettend veel respect hoe u hier staat. Ik geloof ook voor uw voorganger en ongetwijfeld ook voor de mensen die nog gaan komen. Ik heb daar heel veel bewondering voor. Ook de wijze hoe je het met ons deelt en aan ons ook vertelt. Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, en mijn voorganger, meneer Van der Wel, die zei er eigenlijk ook al een beetje, hè, van... Kijk, hoe zouden wij, kijk, want ik hoor de verhalen ook die u schetst, vind ik niet passen bij de Adenbergse samenleving, maar goed, dat is een andere discussie. Maar de vraag aan u is wel, God, zou u nou ook bereid zijn om daarover met ons mee te denken? Want volgens mij bent u een heel mooi voorbeeld, en weet u ook als geen ander waar je tegenaan loopt, op het moment dat je in ieder geval al de uiterlijke kenmerken hebt van een vluchteling. Ja, dat is als zoiets wat u net zo straks zei. Mijn vraag is eigenlijk ook van, goh, staat u daar open voor? Hè? Wilt u daarover ook met ons meedenken? Ik sta uiteraard altijd open om hierover mee te denken. Dit is een onderwerp dat ik ook heb beschreven en aangekaart, omdat ik heel graag wil dat dit verandert. En daar wil ik uiteraard aan meewerken. Nou, dankjewel. Dan gaan wij dat als raad, denk ik, oppakken en komen we vast bij je terug. Prima. Dus dankjewel. Voor je bijdrage. Dan hebben we de derde inspreker, Mohammed Ehab Rihawi. Ik hoop dat ik het wederom goed uitspreek. Goedenavond, Anima. Geachte leden van de gemeente, burgemeester en wethouder, dank u wel dat ik hier mag spreken. Ja. In verband met de techniek die ons even in de steek laat, vraag ik eigenlijk om even te ruilen. Dat Margret Esther eerst aan het woord komt en dat jij dan even nog plaatsneemt. Ik ben Ihab. Nee, even wisselen. Wachten. Ja. Jij nog even plaatsnemen? Ja. Kijk. Oké. Gaat het lekker? Okay. Goedenavond, ik ben Margret Esther. Ik ben vrijwilliger bij een taalcentrum. En als zodanig wil ik een aantal dingen tot u zeggen. Het motto van u is blijven is meedoen. Nou, eigenlijk is dat iets wat normaal is. Iedere statushouder of vluchteling zonder status, die wil heel graag meedoen. En dat merk ik gewoon heel veel in mijn werk als vrijwilliger. Ik kom daar een paar keer per week. Ik begon er één keer, maar het was eigenlijk dusdanig leuk dat ik al snel twee keer kwam. En wat ik gewoon merk is dat ze heel graag willen integreren, meedoen in de samenleving. En ook de opmerking van, nou, er zijn heel veel, we constateren dat heel veel mensen zijn die blijvend een uitkering hebben of in die situatie dreigen te raken. Als ik kijk hoe graag ze aan het werk willen, was eigenlijk ook de eerste spreker, die liet het ook duidelijk merken. Maar het moet wel gefaciliteerd worden. En eigenlijk het belangrijkste daarin is taal. Taal is het kernwoord erin. In het taalcentrum, daar doen we eigenlijk alles eraan
om te praten met de mensen. Om te werken aan hun taal. En als je kijkt hoe enorm hun inzet is, dat is echt geweldig. En het is niet zo zoals veel mensen denken die niets weten over vluchtelingen of statushouders. Van ja, ze moeten het al eens goed leren. Je merkt gewoon dat ze echt een hele grote inzet daartoe hebben. Wat wel zo is, van in het taalcentrum is er een beperkte ruimte. En je zit soms op elkaar. We zitten vaak in een groep, koffie drinken, gesprekken te voeren. En dan op een gegeven moment gaan we in groepjes uiteen. En dan, de ene wil bijvoorbeeld een gesprek voeren of een groepsgesprek. Of een ander zegt van ik wil graag een taalspelletje doen, weer een ander vanuit een leerboek werken. Dat is heel verschillend. We kijken gewoon wat iemand wil. En het is eigenlijk op basis van gelijkwaardigheid. Dus niet zozeer van goh, ik ben vrijwilliger, ik wil graag helpen. Maar gewoon dat we soms hele fijne, goede gesprekken voeren en inhoudelijk best vergaand over politiek. Of dat we een vrije land leven, of godsdienst, of van alles en nog wat. Maar wat ik dus al zei, van de ruimte is klein. En dat zou fijn zijn als dat gefaciliteerd zou worden. Dat er een grote ruimte is waar je rustig kunt zitten. Als je bijvoorbeeld een taalspelletje doet, kan het best wel zijn dat je geweldig schrik hebt. En dat er gelachen wordt, terwijl de ander daarnaast serieus bezig is, op een heel andere manier met taal bezig. Soms is dat best lastig. Verder is het zo, wat ik ook merk dat prettig zou zijn, is bijvoorbeeld dat materialen gefaciliteerd worden. Zoals computers, allerlei taalspelletjes, zijn wel wat dingen, maar het zou nog beter kunnen. En dat is eigenlijk de basis, dus om de taal te leren. En als je de taal leert, dan is het fijn als de rest ook zou komen. Bijvoorbeeld een taalstage, waarvoor taalstageplekken nodig zijn. Werkstage, een werkervaringsplek. Maar die werkervaringsplekken moeten er wel zijn. En dat is fijn als de gemeente zou meedenken en dat zou faciliteren. En ja, dat is mijn verhaal. Oké, dankjewel. Ik kijk even de zaal rond of er vragen zijn. Geen nieuwe vragen. Heel helder. Op het laatste moment. Ja, van heb ik wel even een vraag. Want werkt u als vrijwilliger bij het vluchtelingenwerk? Nee, bij het taalcentrum. Bij het taalcentrum? Ja. En heeft het taalcentrum daarover, over die behoefte, ook contact met de portefeuillehouder? Of moet u zich richten tot het vluchtelingenwerk? Wat is uw spreekbuis? Nee, ik ben niet de spreekbuis, maar ik ben wel vrijwilliger die dingen constateert daar. En uiteraard zijn er contacten. Maar ik wil eigenlijk het belang ook aankaarten van dat je de mogelijkheid hebt om mensen te ontmoeten. En dus er zijn heel veel vrijwilligers. En het is gewoon prettig om mensen te ontmoeten. Dus op die manier, maar die ruimte moet er wel zijn. En ja, de ruimte, maar verwacht u ook nog wat meer regie van de gemeente? Of wat meer faciliterende maatregelen? Ja, faciliterende maatregelen. Dat zou fijn zijn. Ja. Oké, dank u wel. Oké. Ik zag dat de heer Brink ook nog een vraag had. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zat even na te denken over uw verhaal aan mevrouw Esther. En dan, ik weet bijvoorbeeld dat het OVA College in Hardenberg ook bezig is met inburgeringslessen en taalles en dat soort dingen. En nou ben ik wel eens even benieuwd hoe jullie samenwerking daarmee is. Werken jullie daarmee samen of werken jullie allebei apart? Kunnen jullie daar iets van vertellen? Nou, dat weet ik niet zozeer hoe dat precies in elkaar zit. Maar ik weet wel van, kijk, bij ons is het zo, iedereen kan inlopen. Het zou mooi zijn gewoon als zo'n centrum 5 dagen per week open kan zijn. En nu is het nog beperkt tot 2 ochtenden en 1 hele dag. En kijk, ze hebben taallessen.
Maar naast die taallessen willen ze het graag in de praktijk brengen. Dus niet alleen bij de kassa of een buurgedag zeggen, maar hier kunnen ze in het taalcentrum mensen ontmoeten, gewoon over van alles en nog wat praten. En dat kan bijvoorbeeld uren zijn en niet een uurtje. En de grammatica's die ze op school leren, die kunnen ze dan toepassen in de praktijk. Dus. Nou, dat is helder, okay. Dankjewel. Ja. Nou, misschien een suggestie blijft mijnerzijds dat de organisatie zich een keer voorstelt. Ja. Als vrijwilliger ben je natuurlijk heel enthousiast en betrokken. Ja, precies. Maar als wij een concrete vraag willen, kunnen we ook soms een concreet antwoord geven. Oké. Okay. Ja? Is goed. Okay, dankjewel. Dan gaan we nog een keer proberen met Mohammed. Goedenavond, nog een keer. Ik heb hier een paar foto's voor mijn land, voor Syrië. Het is voor de oorlog. Deze foto bijvoorbeeld voor Aleppo. En die voor Damascus. Die ook voor Damascus. Die zijn de bieden van Hama. Ja, de andere foto is ook in Hama. Dank u wel. En die van Aleppo, deze oorlog is deze horloge is van echt oude tijd, van Aleppo. En die is de moskee van Damascus. En die is een toeristplaats, is in Tadmor. En die ook. Ik ben Ihab, ik kom uit Syrië. Ik woon hier in Hardenberg sinds maart 2016. Elke vluchteling heeft dezelfde reis in Nederland. Het begint in Ter Apel en eindigt in de stad die u voor hem selecteert. Tijdens deze mistige reis, vluchteling krijgt een klein idee over dit land. Sommige vluchtelingen beginnen te leren hoe de fiets te gebruiken. Anderen leren hoe ze de pinpas moeten gebruiken. En sommigen proberen meer te weten te komen over de studiekansen en de arbeidsmarkt. Maar we moeten allemaal dezelfde taalkursussen volgen. Na het afronden van deze cursussen hebben de meesten van ons geen kans om het leven te maken. Integratie betekent dat we Nederlanders moeten worden, ondanks dezelfde papieren en stemrecht hebben. De realiteit zegt dat niemand als iemand anders kan zijn, maar het kan op dezelfde manier nodig zijn. Om dat te laten gebeuren, wij vluchtelingen moeten stappen vooruit zetten. En deze stappen zijn zo beperkt. De taal leren, de wet houden en de werk vinden. En jullie moeten ook een stap vooruit zetten. Maar uw stappen zijn krachtiger. De bestuurders zijn verantwoordelijk mensen om de eerste stappen altijd te maken. De moeilijkste stap voor buitenlanders is de taal. Deze stap kan makkelijker zijn als u meer creatieve manieren bid door ons sociale plaatsen geven waar
de mensen kunnen vinden om met hen te praten. Zoals we hebben in onze prachtige stad Hardenberg. Andere stappen kunnen zijn, hoe helpt u ons om onze toekomst te maken? In de toekomst door werkkansen. Op deze manieren worden mensen bruikbaar en productief en zullen voelen in stabiliteit en reactiviteit. Wij zien mensen vriendelijk en sociaal. En we hebben geleerd om iedereen te accepteren en te respecteren. Integratie is niet zo moeilijk, maar laten we een beetje toekomst zien. Geef ons wat hoop. Veel dank voor uw aandacht. Een prachtige avond voor jullie. Dank u. Dank u wel. Jij ook bedankt voor je bijdrage. Ik kijk even rond of er vragen zijn. Nee. Dank je wel voor je verhaal en de mooie foto's. Dan wil ik graag nu het woord geven aan Ehsan Laksai. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Ehsan Laksai. Ik kom uit Iran en nu woon ik ongeveer 18 maanden in Nederland. Ik ben uit Iran gevlucht. En dit komt doordat ik bijna 4 jaar geleden christen ben geworden. 2 maanden geleden, na een lange procedure, hoorde ik van mijn advocaat dat ik in Nederland mag blijven. Toen ik in Iran was, heb ik elektrotechniek aan de universiteit gestudeerd. Ik heb in Iran al een bachelordiploma gehaald. Nu in Nederland heb ik veel plannen voor mijn toekomst. En ik doe mijn best om mijn droom waar te maken. Mijn droom voor de toekomst is dat ik professor wil worden. En ik hou van lesgeven aan de studenten van de universiteit. In het begin besloot ik dat ik in het Engels wilde studeren, omdat het makkelijker is. Maar kort geleden veranderde ik mijn idee om in het Nederlandse taal te studeren. Om 2 belangrijke redenen. Ten eerste, ik wil graag in de Nederlandse maatschappij integreren. Ten tweede, ik ben inburgeringsplichtig. Toen ik in Hardenberg aankwam, heb ik met een werkgroep, als het zei, van het diaconaal platform Hardenberg en met mensen van de kerk contact opgenomen. Ik vind het heel bijzonder dat ik zo snel via die werkgroep ben geholpen. Na 2 dagen ging ik meteen naar de STU om vrijwilligerswerk te vinden. En gelukkig vond ik een vrijwilligerswerk bij de honkbalclub en via de STU vond ik het taalcafé in het centrum van Hardenberg. Ik geef les in het taalcafé aan mensen die een lager taalniveau hebben. Op dit moment doe ik dus op 2 plaatsen vrijwilligersbanen. Nu wil ik naar 2 belangrijke kwesties. Ten eerste, wat hebben we nodig als vluchtelingen? Ten tweede, wat is onze toekomst in Nederland? Volgens mij hebben beide vragen hetzelfde antwoord. We moeten de Nederlandse taal leren en dit is de enige manier om een goede toekomst te hebben. Ik heb sommige vluchtelingen gezien die nooit met de Nederlandse maatschappij contact hebben gemaakt. En dat is jammer. Als vluchtelingen niet de Nederlandse taal willen leren, dan is er weinig kans voor hun om te integreren. Aan de andere kant heb ik sommige andere vluchtelingen gezien die eerst de Nederlandse taal hebben geleerd. En nu op het hoogste niveau kansen hebben gekregen. Ik vind dat er één kloof tussen de vluchtelingen en de Nederlanders is. Maar volgens mij verbindt de Nederlandse taal dit met elkaar. Nu in het Aziz zei, hebben we weinig lessen om Nederlands te leren. Slechts 2 keer per week. Ik denk als een huisregel voor alle vluchtelingen. Maakt niet uit dat ze mogen blijven of niet. Dat ze de Nederlands moeten leren. En dat het COA elke dag lessen verzorgt. Dus niet 2 of 3 keer per week, maar elke dag behalve in het weekend. Als iemand niet op de les komt, dan het dan mogelijk is dat het COA een boete aan die persoon geeft. Bijvoorbeeld 5 euro. Deze huisregel zorgt dat alle bewoners van het AZC naar Nederlandse les komen.
Er is één andere manier voor vluchtelingen om sneller met Nederlandse mensen in contact te komen. Dat is vrijwilligerswerk. Ze moeten samen met de STU een vrijwilligerswerk zoeken. Er zitten twee mooie doelen achter. Ten eerste iets doen terwijl ze niks in het asielcentrum te doen hebben. Ten tweede Nederlandse taal en cultuur leren kennen. Ik moet zeggen dat dit mogelijk is als beide kanten bereid zijn. Vluchtelingen moeten de taal leren en u kunt een geschikt platform bieden. Ik begrijp dat de situatie van de vluchtelingen niet goed is, maar ik wil alle vluchtelingen die geen motivatie, geen doel en geen idee hebben over de toekomst helpen. Uiteindelijk wil ik de Nederlandse regering bedanken dat ik in een veilig en betrouwbare land met veel aardige en eerlijke mensen mag blijven. Bedankt dat ik in een bijzondere stad Hardenberg iets mag zeggen om vluchtelingen te helpen. In Iran heb ik nooit de kans gehad om tot een gemeenteraad te spreken. Bedankt. Dankjewel. dankjewel voor je mooie verhaal. Ik kijk even rond of er mensen zijn die me aanleiding van jouw verhaal vragen. Nee, heel duidelijk. Heel erg bedankt. Dan gaan we over naar onze laatste inspreker, Mohammed Al-Najjar. Goedenavond, geachte leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders. Dank u dat ik hier mag spreken. Ik zou even mijzelf voorstellen. Ik ben Mohammed Al-Najjar. Ik ben 31 jaar oud. Ik ben vader van twee kinderen, Fatin van 6, Nazir van 1. Ik kom uit Syrië. Ik woon 2,5 jaar in Hardenberg. Daarvoor heb ik 1,5 jaar gewoond in 3 verschillende AZC's. Samen met mijn vader en zusje en broertje ben ik met een boot uit Libië naar Nederland gevlucht. Hierbij wil ik even over mijn ervaring als vluchteling om een nieuw leven te bouwen vertellen. Toen ik naar hiertoe met mijn familie kwam, probeerde ik meer contact met de mensen te maken. Gelukkig had ik een kans om bij vluchtelingenwerk te werken als tolk. Maar dat was niet genoeg voor mij, want ik wilde echt werk. In Syrië was ik elektricien met eigen bedrijf. Toen hoorde ik dat er een taalcafé is. Daar ben ik naartoe gegaan. Door die aardige mensen voelde ik me welkom. De vrijwilligers van de taalcafé hebben me geholpen met allerlei dingen, ook met werk te vinden. Door hun werk ik sinds november vorig jaar. Door alle mensen die mij steunen, kan ik mijn leven weer opbouwen en over mijn toekomst nadenken. In augustus dit jaar start ik PPL-opleiding, installatietechniek, bij RTC Hardenberg. Ik werk bij Veringinstallatie. Ze geven me ook een kans, daar ben ik dankbaar voor. Door deze opleiding geef ik mijn kinderen en mijn vrouw op een goede toekomst in Nederland. Ik wil geen uitkering. Ik ben man, ik kan werken. Anders blijf ik vrijwilligerswerk doen. Want ik wil iets teruggeven aan Nederland. Uitkering is niet gratis geld. Ik wil andere mensen motiveren en helpen om een goede toekomst te bereiken. Tot slot zou ik willen zeggen dat met jullie hulp en met open hart kunnen we die alle nieuwe bewoners hier in Hardenberg een goed leven weer opbouwen. Dank u wel. Dankjewel voor jouw bijdrage. Ja. Ik zie dat er geen vragen zijn. Nou, jullie hebben ons in elk geval allemaal geïnspireerd. Dankjewel. Okay. Dan gaan we nu gewoon door. Naar punt 4 van de agenda. Algemene voorziening, huishoudelijke hulp, gemeente Hardenberg, eigen bijdrage en de verordening. Wie mag ik daarover het woord geven?
meneer Brink, meneer Van Gampel, meneer Rodermond, mevrouw Kloekhorst, mevrouw Kelder en bij mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Een nieuw systeem voor de inwonersbijdrage helpt bij het voorkomen van onwenselijke zorgmijding en maakt de administratieve rompslomp voor inwoners en aanbieders minder. Daar zijn wij als PvdA-fractie blij mee. Net als met het positieve oordeel van de participatieraad en het brede stakeholdersoverleg dat is georganiseerd. Een tweede belangrijk punt is de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Voor onze partij is een reële beloning voor thuiszorgmedewerkers een voorwaarde voor goede zorg. Kortom, over deze zaken zijn we positief. Maar hoe zit het met het behalen van wat passende ondersteuning is voor een schoon en leefbaar huis? Wordt in de communicatie, zoals in de flyer en op de website, ook uitgelegd hoe dat maatwerk geleverd moet worden? Onze fractie maakt zich namelijk zorgen over de garantie van voldoende hulp voor onze inwoners. Niet voor niets hebben we hierover vragen gesteld. In de praktijk blijkt dat thuiszorgmedewerkers worden beperkt door maximale uren die zij opgelegd krijgen van de aanbieders. En dat zij onvoldoende tijd hebben om een signalerende functie uit te kunnen voeren. Wat is er in dit voorstel gedaan om dat in de toekomst te voorkomen? De volledige verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder om haar medewerkers en klanten te informeren over de gemaakte afspraken. De ervaring leert dat aanbieders het leveren van maatwerk in de praktijk lastig uitvoerbaar vinden, volgens uw eigen beantwoording op schriftelijke vragen van onze fractie. De vorm en inhoud van de algemene voorziening lijkt niet veel gewijzigd te zijn. Hoe voorkom je dat elementen van vaststelling van de kostprijs, zoals een gemiddelde inzet van uren, niet wederom leiden tot misinterpretatie van een bepaalde uursnorm? Onze fractie heeft het idee dat dit nog onvoldoende geborgd is. Graag horen wij hoe u dit wilt voorkomen. Met betrekking tot de technische wijziging in de verordening hebben wij nog een vraag over artikel 5, over de regels voor PGB. In de nieuwe verordening is de voorwaarde toegevoegd dat het college het gebruik van PGB's gaat beoordelen op kwaliteit en rechtendoelmatigheid. Voor de beoordeling van maatschappelijke ondersteuning gaat het college de kwaliteit meten middels de door de sector erkende keurmerken. Welke norm gaat het college hanteren voor de kwaliteit van de inzet van de PGB's? Dank u. Dank u wel. Dan ga ik nu naar meneer Van Gampel. Dank u wel, voorzitter. Eind vorig jaar hebben we als raad bij de behandeling van het agendapunt ondersteuning algemene voorziening de volgende kaders vastgesteld. Structureel 450.000 euro extra budget, aanpassing van de eigen bijdragesystematiek, het aanbieden van een passende voorziening door de algemene voorziening uit te breiden in het kader van een schoon en leefbaar huis. In het nu voorliggende voorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met de aanpassing van de nieuwe eigen bijdragesystematiek en met de aanpassing van de verordening. De fractie van de ChristenUnie constateert tot haar tevredenheid dat het extra budget wordt ingezet waarvoor het is bedoeld. Meer inwoners de mogelijkheid geven van deze voorziening gebruik te maken in combinatie met een verruiming en versoepeling van de eigen bijdrage. Doel hiervan is dat ook minder draagkrachtige inwoners gebruik kunnen maken van deze voorziening, waardoor zorgmijding en financiële problemen hopelijk kunnen worden voorkomen. Met de aanpassing van de verordening kunnen wij instemmen. Jurisprudentie en door de VNG voorgestelde technische wijzigingen liggen hieraan ten grondslag. En ook wij zijn blij dat de participatieraad een positief advies hierover heeft uitgebracht. Voorzitter, ik heb eigenlijk twee vragen voor de portefeuillehouder. De eerste is, een van de beslispunten vorig jaar was het aanbieden van een passende voorziening door de algemene voorziening uit te breiden. Kunt u concreet aangeven hoe dit nu wordt vormgegeven? En als tweede punt, op dit moment is niet aan te geven of moeilijk aan te geven hoe de markt zich gaat ontwikkelen en welke keuze onze inwoners gaan maken. Kunt u ons hierover bij de tweede BRAP 2017 informeren? Dank u. Dank u. Dan geef ik het woord aan mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Op koerspunt nu heeft het
de eigen bijdragesystematiek en de verordening gelezen. Wat ons ook zorgen baart is toch die borging van kwaliteit van de huishoudelijke hulp. En daarvoor willen we graag weten van wat doet de wethouder hier nog meer aan dan dat hij al doet. Oké, taakuitbreiding voor de wethouder misschien. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Fractie van D66 kan in principe goed leven met het voorstel zoals het nu voorligt. En toch leveren er een paar vragen waarop we graag antwoord zouden willen hebben van de wethouder. En die gaat eigenlijk ook over het thema passende ondersteuning en de vraag is er voldoende hulp. En als je dan kijkt dat in ieder geval vorig jaar geld overbleef met betrekking tot de huishoudelijke hulp, waarvan we hebben gezegd van dat moet eigenlijk gewoon binnen dat sociaal domein blijven en aangewend worden voor bijvoorbeeld die huishoudelijke hulp. Wil ik graag eventjes het standpunt van de wethouder nog even hebben over überhaupt die eigen bijdrage. Als je ziet dat aan de ene kant de huishoudelijke hulp in uren wordt verlaagd ten aanzien van een aantal jaren geleden. En dat er dan ook nog een eigen bijdrage wordt gevraagd aan de mensen. Vraag bij ons af hoe dat zich verhoudt tot passende ondersteuning. Niet alleen wat betreft het schoon en leefbaar hebben van het huis, maar inderdaad ook, zoals mevrouw Kloekhorst het al zei, de signalerende functie, maar ook de sociale functie die de huishoudelijke hulpverleners in dit verhaal zouden hebben. Daarbij wilde ik het even laten. Dank u wel, meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. Nou, voorzitter, al eerst wil ik graag benadrukken dat wij als CDA Hardenberg zeer content zijn met de wijze waarop dit raadstuk tot stand is gekomen. In co-creatie hebben aanbieders van huishoudelijke hulp samen met een klankbordgroep bestaande uit leden van de participatieraad en inwoners gesproken over de vorming en inhoud van de algemene voorziening huishoudelijke hulp. Dit is een vorm van inwonersparticipatie die wij als fractie graag voor ons zien. En we zijn ontzettend blij en trots om te horen hoe dit ook vanuit de organisatie is gefaciliteerd. Vorig jaar spraken wij in dit huis over de algemene voorziening huishoudelijke hulp. En ik heb toen aangegeven wat vanuit het CDA Hardenberg destijds de zorgpunten waren. Het ging over de inwonersbijdrage, dat ging over de definitie van een schoon en leefbaar huis. Het ging over de uurlonen van medewerkers die huishoudelijke hulp leveren. En tenslotte heb ik iets gevraagd over de betrokkenheid van de participatieraad. Wij zien allereerst in het stuk dat er flink wat aanpassingen zijn gedaan in de inwonersbijdrage die mensen kunnen ontvangen op het moment dat zij aanspraak maken op de algemene voorziening huishoudelijke hulp. Wij zijn hier content mee, aangezien het een systematiek betreft die zorgmeiding moet tegengaan. En daarnaast betreft het een systematiek die goed uitvoerbaar is. Waar wij tevens blij mee zijn, is het begrip de reële prijs. En mevrouw Kloekhorst die refereerde daar ook al aan. En die staat dus nu ook wat explicieter benoemd in het raadsvoorstel dat nu voor ons ligt. Waarmee de zorgaanbieder kan voldoen aan gemeentelijke eisen en aan arbeidsrechtelijke verplichtingen. Maar zoals de portefeuillehouder al aangaf vorige keer, niemand in dit land hoeft te werken voor een hongerloontje. Het was misschien deze gemeente, maar goed, het kwam ongeveer wel neer, voorzitter. Maar we zien ook wel een paar risico's. En er is één ding wat onzeker is, en daar hoorde ik meneer Van der Gampel ook al over. Dat zijn de ontwikkelingen die de markt met zich mee gaat brengen. En we zijn wel benieuwd hoe die ontwikkelingen zich gaan ontplooien. En we zouden graag zien dat op het moment dat die ontwikkelingen nadelig zijn, dat wij daarover als raad worden geïnformeerd. En hetzelfde geldt ook voor de definitie een schoon en leefbaar huis. Wij zijn benieuwd in hoeverre zorgvragers en aanbieders erin slagen om deze definitie helder te krijgen. Tot slot, voorzitter, de communicatie. In het stuk staat benoemd dat communicatie met name tot stand zal komen via de zorgaanbieders. Dat vinden wij prima. Maar hoe bereik je de mensen die tot dusver de zorg gemeden hebben, of die in de tussentijd zijn afgehaakt? Er wordt ook gecommuniceerd via de website en via de kranten. Maar is er bijvoorbeeld ook over nagedacht om de mensen die zijn afgehaakt persoonlijk te benaderen? Hier zouden wij misschien wel wat meer nadruk op willen leggen. En we zijn ook benieuwd hoe de portefeuillehouder hier tegenaan kijkt. Want we vinden het belangrijk dat iedereen op een juiste en volledige wijze geïnformeerd wordt. En wij horen daarover dan dus ook graag de reactie van de portefeuillehouder. Tot zover, voorzitter. Dank. Ik geloof niet dat ik iemand overgesla. Oh, mevrouw Van Hoek, toch?
een heel klein vingertje dan geweest. Slechts ook een hele kleine toevoeging, voorzitter. Dat komt dat de heer Brink van CDA mij triggert. Wij hebben vorig jaar januari samen met de ChristenUnie wat schriftelijke vragen gesteld omtrent de eigen bijdrage van onze inwoners. En op dat moment kregen we de reactie terug vanuit het ambtelijk apparaat dat er geen duidelijke gevallen waren van zorgmeiders. Maar ik ben dan wel benieuwd wat er in het afgelopen jaar is gebeurd in aanvulling op de vraag van de heer Brink. En nou, dat was het eigenlijk. Ja. Inderdaad, heel beknopt. Dankjewel. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder. Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met dat ik blij ben met de positieve houding van de Raad ten opzichte van dit voorstel. Het was toch een ander traject dan we de afgelopen jaren hebben gelopen. We waren voor dagbesteding en dagopvang wel gewend om het op deze wijze aan te besteden. Maar goed, dit was toch wat een andere materie. En ik zal uw lovende woorden zal ik ook overbrengen aan mijn ambtelijke ondersteuning. Alhoewel ze het zelf ook gehoord heeft. Daar ga ik in ieder geval van uit. Want die hebben toch in korte tijd hebben ze heel veel werk verzet. En ook op een wijze die wij ook niet altijd gewend waren. Cliënten, participatieraad en aanbieders samen aan tafel om tot een, nou, laat ik het zeggen, duurzaam, rechtvaardig systeem te komen. Waarbij we uit de discussie komen die heel lang bij de huishoudelijke hulp heeft, zijn opgang heeft gedaan van, hoe het ook zij, je krijgt 2 uur hulp. Dat was in de vorige opzet niet de bedoeling en dat is hier zeker niet de bedoeling. En daar gaan ook een serie van uw vragen over. Hoe gaan we dat op een goede wijze straks doen? Nou, een van de dingen die onder dit stuk ligt is dat wij afgesproken hebben dat we misschien de vorige periode, maar we wisten ook niet hoe dat financieel allemaal zou lopen, dat we misschien wel een beetje karig zijn geweest. Nu hebben we de dienstverleningsmogelijkheden ook uitgebreid. En een van die uitbreidingen is ook dat mensen die dat niet meer kunnen, dat die wasverzorging kunnen ontvangen. Daar hebben wij samen met de aanbieders, maar ook met andere partijen die aan tafel zaten, hebben we daar wat analyses op losgelaten. En wij zijn eigenlijk gekomen dat er gemiddeld, ja, en dat is ook door de aanbieders geaccepteerd, zo'n 9,5 uur per maand aan hulp geboden kan worden. Gemiddeld. Dat betekent dat er misschien wel mensen tussen zitten die van zeg maar de wasondersteuning gebruik maken, dat die na 11 uur gaan. En er zitten er ook bij die niet zo groot wonen, zeg maar een klein appartement, die zelf nog wat dingen kunnen, dat die met 4 of 5 uur geholpen zijn. En dat moeten we verdraaid goed communiceren. Want voor je het weet gaat het verhaal weer de ronde doen van ja, 2 uur, 2 uur, 2 uur. Die communicatie moet via de hulpverleners in eerste instantie, maar daarnaast hebben wij aangeboden dat als die voorlichtingen vanuit de organisaties naar hun personeel toe is, dat wij daar ook graag een bijdrage in willen hebben. We zullen ook via de website, maar we zullen ook via andere media de cliënten, of de potentiële cliënten, van deze wijziging op de hoogte moeten brengen. En daarnaast, dat werd ook gevraagd, hoe borgt u dat de dingen die we afgesproken hebben, dat die goed gaan, zullen we ook cliëntenonderzoeken doen. We willen een externe partij willen we aan onderzoeken verbinden en we zullen ook met, ja, dat noemen we dan de mystery cast-achtige dingen, willen we gewoon aan de slag. Want wat we willen niet dat we een jaar na dato, als we straks hiermee van start gaan, nog steeds horen van mensen, ja, ik kan zeuren wat ik wil, maar ik krijg niet meer dan 2 uur. Dat moeten we ten alle tijde zien te voorkomen en dat zullen we middels de hulpverleners in eerste instantie, middels degene die de werkzaamheden verricht in eerste instantie, maar daarnaast zullen we er zelf kort op moeten zitten en daar willen we ook nodige onderzoek elke keer naar laten doen om te kijken of er wel de goede dingen gebeuren. En daar heb je verschillende methoden voor. Ik heb er een paar genoemd. Voorzitter, zou ik de wethouder een verduidelijkende vraag mogen stellen? Dat mag. Ik hoor u zeggen een cliëntervaringsonderzoek, cliëntevredenheidsonderzoek. Bedoelt u hiermee een extra onderzoek dan het jaarlijkse verplichte onderzoek? Het verplichte jaarlijks onderzoek zullen we doen, maar we gaan ervan uit dat we tussendoor
ook steekproefgewijs wat onderzoek doen. Want als we het pas na een jaar doen, zijn we alweer een jaar onderweg, zijn bepaalde patronen alweer ingeslepen. Dus ik stel mij het volgende voor, en dat zal ik ook terugleggen, dat we als we op 1 juli starten, dat we in ieder geval de eerste helft van het jaar al de nodige gegevens ophalen. En dat hoeft niet in alle gevallen een betrouwbaar onderzoek te zijn, het kan ook een signalenonderzoek zijn. Dat je weet van, dan moeten we nog bijschakelen in de communicatie rondom dit thema. Maar het zal in ieder geval het eerste jaar willen we daar toch grondig op verschillende plekken ervaringen delen en ervaringen ophalen. Want een jaar, 1 keer per jaar dat onderzoek, en vooral in de eerste fase, lijkt ons wel wat weinig. We hebben het ook gehad over kwaliteitsmeting enzovoort, daar heb ik het nodig over gezegd. En er werd ook iets gezegd in relatie tot PGB's. Maar bij huishoudelijke hulp kennen we geen PGB's. Dat kennen we wel bij dagbesteding, dagopvang. En daar hebben we contractueel geregeld dat we een externe partij kunnen inzetten om daar de controles voor ons te doen. Ja, onderzoek te doen. Gebeuren de dingen wel rechtmatig? Worden de doelen die we afgesproken hebben in het kader van dagbesteding, dagopvang wel bereikt? Daar hebben wij contracten met een externe partij gesloten om dat goed gecontroleerd krijgen. Kroekhorst iets wil verduidelijken, volgens mij. Ja, de vraag voor de PGB's heeft te maken met de verordening. De technische wijzigingen die in de verordening zijn gemaakt. Dus dat was even buiten de huishoudelijke hulp. Oh, sorry. Artikel 5 van de verordening. Die gaat over PGB's en de kwaliteitscontrole erop. Dus die staat even los van de huishoudelijke hulp. Maar de verordening staat ook op de agenda. Daar moeten we ook akkoord mee gaan. Je hebt helemaal gelijk. Maar dat is een stukje techniek wat ik even op dit moment niet paraat heb. Staat u mij toe daar in het verslag even op terug te komen? Ja, er waren ook wat vragen over een schoon en leefbaar huis. Dat is ook een aanvulling. De wasvoorziening is een aanvulling, maar we hebben ook veel beter gedefinieerd, ook samen met gebruikers en mensen uit de samenleving, wat is nou een schoon en leefbaar huis? En dat is ook gedefinieerd, dat staat ook als het goed is in de tekst. Ja, dat gaat dan over de leefruimte die regelmatig wordt gebruikt. Wat wij niet willen voorschrijven is dat alles elke week wordt schoongemaakt. Als cliënten dat willen, dan is dat prima. Maar er zouden ook cliënten kunnen zijn die zeggen, nou, ik vind 1 keer in de 14 dagen voldoende. Ja, we moeten vooral niet over de hoe-vraag gaan. Ja, de wat-vraag, daar gaan we over. Ja, wat is een schoon en leefbaar huis? Maar de hoe-vraag die moet dus een aanbieder en cliënt samen worden ingevuld. Dat moeten we ook een beetje loslaten, denk ik. Als datgene wat we, het resultaat wat we willen bereiken, wat die cliënt graag wil bereiken, die cliënt en zijn familie eventueel willen bereiken, dat wordt behaald. De eigen bijdrage. We hebben een globale afspraak gemaakt dat alles wat aan 3D geldt, zeg maar eventjes, binnenkomt, of de 3D-operatie moet kostendekkend zijn. Nou, wat hebben we gezien? Mijn collega kan er nog veel meer over zeggen, dat wij met name voor wat betreft jeugdzorg, daar komen we gewoon geld tekort. Daar hebben we binnen een jaar, hebben we daar de egalisatie reserve voor. Dat wat er overblijft bij de 1, of het nou bij de participatiedeel is, of het nou bij het deel is van de WMO, dat blijft in de egalisatiereserve en dat kan aangewend worden voor de andere vormen van uit de 3D-operatie. Ja, dat hebben we de afgelopen jaren zo gedaan, daar bent u mee bekend. En aan het eind van het jaar, dan wordt het weer glad gestreken. Wat we zagen is dat met name op huishoudelijk hulp, daar bleven relatief nogal wat middelen over, bleven relatief nogal veel geld over. Waar we ook achterkwamen na een onderzoek die we gehouden hebben over, is die 110% van het minimuminkomen, om die een tegemoetkomende geven, is dat wel de goede grens? Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan, daar hebben we een discussie over gehad, ik dacht in het najaar. En daar kwam toch wel uit het voor nogal een grote groep heel belemmerend kan zijn om zo'n bijdrage te moeten betalen. Nou, daar hebben we de zaak op aangepast. En als je ook in de berekening kijkt, zie je ook dat nu ingeschat wordt op zo'n 4,5 ton extra. Die urenverlaging, als ik kijk, we hebben 2 jaar geleden wordt er steeds gesproken over een urenverlaging. Nee, er is een andere vorm. Er is voor een andere vorm gekozen. En dat in sommige gevallen betekende dat een urenverlaging was, dat klopt. Maar het was ook niet langer betaalbaar. Hè? We hebben dat niet maar zo gedaan om mensen te pesten.
We moesten de zaak kantelen, we moesten naar een nieuw systeem om de zaak duurzaam en toekomstbestendig zeg maar, te houden. Als je nu ziet, we hebben die eerste jaren gehad, de expertise hebben we en nu kunnen we iets meer ruimte geven. En daar heeft u ook om gevraagd. En u heeft niet gevraagd aan mij, van wil u ervoor zorgen dat er geen eigen bijdrage meer betaald hoeft te worden? U heeft ermee ingestemd en u heeft zelfs nog wat aanvullende verzoeken neergelegd om het nieuwe systeem, zeg maar, en vooral het loskomen van een urensystematiek, dat heeft u bij me neergelegd. En dat hebben we denk ik op deze wijze kunnen realiseren. Of willen we gaan realiseren. Voorzitter, even voor de verheldering van de vraagstelling die ik heb gedaan aan de portefeuillehouder. Het is inderdaad zo dat mijn opmerkingen allemaal wel als één onderwerp als het ware moeten worden gezien. Het gaat aan de ene kant over inderdaad het overblijven van wat geld. In ieder geval vorig jaar hebben we dat gezien. En als ik de jaarstukken van afgelopen jaar, die we binnenkort gaan bespreken, eventjes diagonaal doorgenomen, dan denk ik ook een dergelijke beweging te hebben gezien. Nou goed, het doet mij in ieder geval deugd om te zien dat u daarop in ieder geval heeft geacteerd. Hè? En ik vroeg alleen maar om een visie op die eigen bijdrage verder. En het was niet mijn intentie om daar gelijk stevige kritiek op te uiten. Nee. Dus, maar dank u wel voor uw toelichting. Hoe gaan we nu de markt benaderen? Of we nu de afhakers allemaal moeten gaan bellen of zo? Dat zie ik op dit moment nog niet echt zitten, maar we zouden wel door in de Dedersvaartse Klant _toren leesbare notitie op te leveren. Ja? Via de samendoenteams, die toch ook in heel veel gezinnen komen, die misschien voorheen wel ook gebruik hebben gemaakt van huishoudelijke hulp. Ik zou met u af willen spreken dat we er ons uiterste best voor doen om deze nieuwe werkwijze, maar ook de nieuwe eigen bijdrageregeling goed onder de aandacht te krijgen bij de mensen in onze samenleving. En voor wat betreft de definitie van een schoon en leefbaar huis heb ik net al op gereageerd volgens mij. Ontwikkelingen in de markt, maar ook ontwikkelingen in het verloop, want misschien is deze regeling nu wel zo uitnodigend dat we bij moeten ramen. Ja? We hebben op basis van, zeg ik maar, ons ter beschikking staande gegevens hebben we een voorlopige raming gemaakt. Dus hoe dat exact uitpakt, dat weten we niet. Ik ga ervan uit dat we redelijk in de buurt uitkomen, maar we zullen nu van het verloop op de hoogte houden. En het lijkt me ook wel goed, en dan kom ik even bij de heer Van der Grampel, als wij het eerst hadden verstarten in juli, dat we proberen voor het kerstreces, alles even daar waar we hier en daar het net hebben opgehaald, niet met een heel gestructureerd onderzoek, maar dat we op basis van de dingen die ik net genoemd, de eerste bevindingen, alles even aangeven op aantal. Zijn er nu meer of minder, of hoe zien we nu dat verloop, maar ook eventjes, hoe zit het nu met de kwaliteit en wat met name een issue is waar ook de Partij van de Arbeid op kwam, is hoe zit het nu, is nu het verhaal goed helder bij mensen dat het niet alleen maar 2 uur mag zijn. Ja? En dan zou je dat ook kunnen combineren met alvast wat gegevens uit die, u noemt de steekproefonderzoeken, aan ons door te geven. Ja. Ja. Ik proef hier een mooie toezegging. Is er behoefte aan een tweede? Nou, niet zozeer een tweede termijn, voorzitter, maar ik heb nog wel 1 vraag aan de portefeuille als ik kan. En ik raakte een beetje getriggerd toen hij zei van, het benaderen van al die mensen persoonlijk, hè, misschien wel 2, 3, ik heb geen idee, maar dat zie me niet zo zitten. En ik ben eigenlijk benieuwd of u dat nog wat nader toe kan lichten. Waarom moet u dat niet ziet zitten? Heeft het te maken met aantallen, heeft het te maken met, want ik kan me wel voorstellen dat mensen die misschien wel zijn afgehaakt, maar ze niet kunnen betalen, dat je daar wel weer misschien een nieuwe benadering voor zou willen hebben. Want je komt nu toch echt wel met een iets ander aanbod. Dus toch... Ja, kijk, er zit altijd al een lastig in. Er is natuurlijk tussen 2 jaar geleden, toen we hiermee begonnen, 2,5 jaar geleden en nu, is er van alles gebeurd. Je hebt te maken met mensen die er niet meer zijn. Ja? Je kunt daar ook ongelofelijke blunders in begaan, hè? Want we hebben wel alle gegevens, maar we kunnen niet zomaar alle bestanden aan elkaar koppelen in het kader van de wet op de privacy. Dat maakt het wel lastig. Dus ik zou veel liever de weg van de samendoenteams willen bewandelen. Ja, die in de meeste families enzovoort waar hulp nodig is wel bekend zijn. Je zou ook via
laat ik zeggen, het lijkt me goed dat we kerken en dat soort instanties ook even op de hoogte brengen van de nieuwe, het nieuwe gebeuren rondom de huishoudelijke hulp. Dat je wel alle instanties die als een soort intermediairs in de samenleving zitten, dat die het in ieder geval weten. Ja? Dat, daar zou ik het graag bij willen laten. Oké, dank u wel. Dan rest mij de vraag om voor te leggen of dit een bespreekstuk of een hamerstuk wordt. Wat mij betreft hamerstuk, voorzitter. Ondanks het feit dat u nog niet alle antwoorden heeft op een hamerstuk. Dan wordt het een hamerstuk. En dan gaan we door naar agenda punt 5. Mevrouw de voorzitter, mag ik even wat vragen? Dat mag, meneer. Ik was net even in de hal en er was gerekend op een korte pauze. En er zat heel veel koffie en thee, ook voor onze gasten. En ik stel voor, om even te schorsen, om even naar buiten te kunnen. Dus hier is het tenslotte hartstikke warm en het zou zonde zijn om al die koffie weg. Ik kan mij, ondanks het feit dat de griffier me net anders in fluisteren, maar ik kan me er goed in volgen. Dus ik schors de vergadering tot 9:50. Dames en heren in de hal, zou u de raadzaal weer binnen willen komen? Dank u wel. De tweede oproep voor de mensen in de zaal. Wilt u de raadzaal weer betreden? Dank u voor uw medewerking. Oké, dames en heren. Ik denk dat de pauze lang genoeg geduurd heeft. Ik ga de vergadering heropenen. En begin met de agenda punt 5. De gevolgen, toename, aantal asielzoekers en statushouders. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Mevrouw Luiten, meneer Rodermonds, meneer Kloekhorst. Iemand van de VVD, meneer Gelling, meneer Broersma. En mevrouw Veldhuizen, die nog met het integratieproces bezig is. Ja, ik begin met het woord te geven aan mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter, wou ik zeggen. Ik moet zeggen, het gaat vanavond over integratie en over participatie dus eigenlijk. En ik was weer ontzettend trots om in dit gekke land te wonen. We denken wel eens dat de wereld een beetje gek geworden is als je om je heen kijkt. Maar het idee dat er zoveel mensen nog zo kort in Nederland zijn en dan niet alleen Nederlands hebben leren spreken, maar dan ook gewoon ons als gemeenteraad hier toe kunnen spreken, dan denk ik, dan doen we het hier nog gelukkig nog steeds niet slecht. Want voor mij is de democratie toch uiteindelijk het ultieme, de ultieme vrijheid. De meeste mensen die hier vanavond hebben ingesproken, hebben dat gedaan omdat er met die democratie in hun eigen land iets niet helemaal goed is gegaan. En ik ben er dan trots op dat wij ze niet alleen welkom heten, maar dan ook nog eens een keer de kans geven of een systeem hebben waar ze dan vervolgens hun zegje op deze manier kunnen doen. Kortom, wij zijn als PvdA ontzettend positief over geld voor integratie en participatie. Want daar komt nog eens een keer bij dat die mensen niet alleen hier ons hebben toegesproken vanavond in het Nederlands, maar dat ook nog hebben gedaan en geleerd ondanks allerlei barrières zoals discriminatie en racisme die ze hier zijn tegengekomen. Dus wij zijn positief over het voorstel, wat ik al zei. Natuurlijk moet er geld naar integratie. Maar we hadden nog wel een vraag. En dat heeft ook natuurlijk te maken met een van de insprekers van vanavond, die dat heel treffend onder woorden bracht. Wat ik mis in het voorstel, ik vind als we het hebben over integratie, dan gaat het inderdaad over twee kanten. En ik zou toch heel graag zien dat ook een deel van het budget zou worden besteed aan het bestrijden van discriminatie en racisme in Hardenberg. Er zijn allerlei instrumenten voor. Ik denk zelf een heel positief voorbeeld waar ik ervaring mee heb is het Cross the Line Challenge op alle scholen in Hardenberg. Dat soort zaken lijkt mij minstens zo belangrijk. Natuurlijk zijn taallessen onwaarschijnlijk belangrijk. Wat ons betreft mogen ze ook meteen beginnen op dag 1 dat iemand in het AZC aankomt. Dat is nog helaas niet zo. Maar laten we alsjeblieft ook aandacht besteden aan de andere kant, namelijk de bevolking die er al is en die misschien niet altijd begrijpt waarom je je hele leven op zou geven om te vluchten naar een heel ander land waar je het nog maar weer moet zien te maken. Dus wat dat betreft, dat is eigenlijk onze voornaamste vraag aan het college. Goed voorstel, maar nogmaals ook nog wat ons betreft aandacht voor de andere kant. Dank, meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter.
Ik kan me eigenlijk helemaal aansluiten wat mevrouw Luijten zegt. Wij hebben daar nog wel een praktische vraag achter liggen. Ten tijde van de hoogste crisis, zeg maar, toen het land in nood was, dat we niet wisten waar we met de asielzoekers naartoe moesten. Toen is er nogal breed uitgesproken over 10.000 woningen extra om de wachtlijsten weg te werken. En het ligt naar ons gevoel ook, er ligt ook wel eens een oorzaak van dat men elkaar scheef aankijkt, omdat die wachtlijsten groeien, terecht dat sommigen voorrang krijgen, maar er moeten wel woningen zijn. En ik heb me destijds, was ik echt verheugd van, nu wordt een van de oorzaken aangepakt, maar ik heb nooit wat weer teruggehoord van, zijn die woningen nou ook toegewezen? Oké, dank u wel. Meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Ja, de wederzijdse integratie ook. Wij hadden daar vragen over in zoverre dat we dat graag willen terugzien keren in plan van aanpak. Inderdaad, een programma voor de jeugd had ik ook opgeschreven. Dus ik steun daarbij in ieder geval de opmerkingen van PvdA. Ik heb in de verhalen van de insprekers ook gehoord, wat ik ook wel elders hoor, de vraag over de gelijke kansen van statushouders en asielzoekers. En natuurlijk is taal enorm belangrijk, dat hoorde ik ook zojuist alweer terug. En het is ook ontzettend mooi inderdaad om te horen dat mensen die hier behoorlijk kort zijn, toch zo goed die taal al machtig zijn, inderdaad om hier te kunnen inspreken en hun punten te kunnen maken in dit huis. Alleen houdt het natuurlijk niet op bij taal en daarom een vraag aan de portefeuillehouder. Hoe kijkt de portefeuillehouder aan tegen het thema het bieden van gelijke kansen? Want werk is niet zomaar werk natuurlijk. Dat gaat ook over een waardevolle invulling van je leven. En dat heb ik in ieder geval 2-3 keer bij de insprekers ook terug horen komen. Dus na het eigen maken van de taal zou ik graag ook wat visie willen horen op hoe bieden wij de mensen met bijvoorbeeld een hogere opleiding ook die kansen om op hun niveau aan het werk te komen. Daarbij tot slot nog wat vragen over het faciliteren van vrijwilligers en instellingen in samenwerking met het AZC. Hoe gaan we hen op een juiste wijze faciliteren, zodat we zo breed mogelijk dat hele integratie- en participatietraject kunnen inrichten? En daar wou ik het nu even blijven. Dank u wel, meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. In de inleiding van het stuk wordt verwezen naar de kranten die niet langer meer volstaan van het vluchtelingenvraagstuk. Mijn fractie zou graag een korte visie willen zien van de portefeuillehouder hoe de toekomst eruit ziet. Want ik lees omgekeerd wel dat de stroom het aan het afnemen is. En het plan zoals het voor ligt ziet hoofdzakelijk op een 3-jaarstermijn, terwijl de tabel van het aantal vergunninghouders tot 2017 gaat. Dus ik vraag me af hoe u dit doorkijk ziet, ook na 2017, 18 en 19. Tevens is de vraag wat nou exact de ambities en de speerpunten zijn onder één genoemd in afwijking van het uitwerkingsakkoord verhoogde asielstroom, zoals dat ook bijgevoegd is. Dus wat doet de gemeente hier heel specifiek? Wij zagen overigens natuurlijk weer een aanjager die u aan wilt nemen. En mijn fractie hoefde niet te overleggen om in stemmen te kijken toen wij de aanstaande hoogleraar zagen op de tribune hier. Dat leek ons een uitstekende aanjager, te meer omdat hij wat boetes wilde uitdelen voor zij die wat minder ambitieus zijn. Dat spreekt ons natuurlijk erg aan. Want het is wel een tweerichtingsverkeer, voorzitter. We hebben hier veel ambitieuze mensen gezien, maar laten we ook niet de mensen vergeten die wat minder ambitieus zijn. Wat ons betreft is de meneer die ondertussen aan mijn rechterzijde zit daartoe van harte uitgenodigd om te solliciteren als aanjager. Ten slotte, voorzitter, heeft u in de reactie op de participatieraad die u vraagt om helder te communiceren in aansluiting op wat meneer Kloekhorst net al zei, ter zake het aantal woningen. Waar u nu zegt van wij willen niet stigmatiseren ter zake wachtlijsten en het toewijzen van woningen. Zou wij willen vragen om ook niet te stigmatiseren, maar wel heel helder te communiceren. Want ook hier geldt ook een andere kant van de zaak. De groep van vergunninghouders heeft een bijzondere positie, krijgt een voorkeurspositie, dat is ook helder. Aan de andere kant lezen we ook wel de toch wat frustratie die omgekeerd natuurlijk speelt bij mensen die heel lang op een wachtlijst staan. En die in ieder geval dan denk ik behoefte hebben aan juiste communicatie. Dus zonder te stigmatiseren een oproep aan u om toch wel heel helder te communiceren om misvattingen te voorkomen. Dat wil ik eerst even laten, dank u wel. Mevrouw Van Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Het mag duidelijk zijn dat GroenLinks ontzettend blij is met de extra gelden voor integratie. En zoals mevrouw Luiten al zei, we leven in democratie. En hoe mooi is het als de mensen die vanavond hier hebben ingesproken kunnen participeren in hoe we dat het beste kunnen gaan doen, zodat we een betere stap kunnen maken met elkaar. Daar wou ik het even bij laten. Ik heb geen vraag gehoord, dus we gaan door naar meneer Boersma. Ja, dank u wel. Het was een bijzondere ervaring vanavond. Je bent je thuis in het weekend aan het voorbereiden om een paar dingen even oriënterend te zeggen. Dan krijg je 6 van zulke insprekers en die halen bijna je verhalen in positieve zin een beetje onderuit. En ik wil u nu alvast zeggen dat ik over 2 weken mijn bijdrage in een wat breder perspectief wil zetten. Ook gehoord de bijdragers van vanavond. Dus ik kan u nu alvast zeggen dat dit een bespreekstuk wordt. Door de komst van het AZC, waar we, ik sprak er al eerder over vanavond, door de komst van het AZC en de statushouder is er een beweging op gang gekomen van onderaf af. Kerken, instellingen, allerlei mensen zijn in beweging gekomen. En ik vind dat indrukwekkend en ik ben er ook ontzettend trots op. En ik denk als we het AZC niet hadden gehad en de statushouders niet hadden gehad, dan hadden er veel mensen nog thuis gezeten. Chapeau. Aan de andere kant maak ik me zorgen, en ook dat zal ik over 14 dagen wat uitbreider zeggen, hoe sommige mensen in Harderberg zich verharden, dingen moeten roepen, dingen gaan zeggen, terwijl de ervaringen met mensen die ook in het asielzoekerscentrum voor mij totaal anders zijn. Ik zei net al, diverse instanties en kerken spannen zich in voor de asielzoekers. En nu het een en ander zich wat aan het stabiliseren is, gezien de aantallen, lijkt het ons van belang om iemand aan te wijzen die al die initiatieven met elkaar verbindt. En wij hopen dat door de aanwijzing van die aanjager de verbindingen tot stand komen. Zeer gewenst. De notitie die nu voor ligt wekt de suggestie, dat vind ik wel een beetje vreemd en ik wil dat toch eens aan de wethouder vragen, wekt de suggestie dat er de afgelopen jaren geen activiteiten zijn ontwikkeld. Zo lezen we, en misschien lees ik het verkeerd, ik hoop het, zo lezen we op bladzijde 4 van de notitie, hiertoe wordt een programma ontwikkeld. En ik heb zelfs vanavond de insprekers horen zeggen dat er verdraaid veel dingen al zijn gedaan. Dus ik kan me niet voorstellen dat er een programma ontwikkeld wordt. Misschien moet er staan, we gaan het programma updaten, we gaan het programma uitbreiden. Maar we kunnen niet zeggen dat er de afgelopen jaren niks gedaan is. En ik zou graag de wethouder daarover willen horen. Want zo doen we niet recht aan alle activiteiten die de afgelopen tijd zijn ontplooid en worden georganiseerd om invulling te geven aan het thema blijven meedoen door ons in te zetten op onderwijs, werk en participatie en gezondheidszorg. En we vragen de portefeuillehouder nogmaals of hij onze mening deelt. In de gesprekken die onze fractie jaarlijks met de woningbouwvereniging voert, is altijd een van onze eerste vragen, meneer de directeur van de woningbouwvereniging, kunt u ons vertellen hoe het staat met het woningcontingent wat u nodig hebt voor statushouders en wat de gevolgen daarvoor zijn voor de inwoners die in Harderberg wonen of willen komen wonen. En bij herhaling geeft hij aan, en laat hij ook met cijfers zien, dus hij toont het ook aan, wat de wachttijden voor Harderbergers, Nederlandse Harderbergers moet ik misschien wel zeggen, niet langer zijn dan vroeger. En als dat zo is, dan moeten we oppassen om er geen ander verhaal van te maken. En dan vraag ik jullie, als dat zo is, en als je het onderschrijft, draag het dan ook breed uit. Net als het vorige verhaal met die 2 uur, want de wethouder zegt, draag het uit. Nou, ik zeg, draag dit ook uit. Het is een gevoel, maar een gevoel moet je ook met cijfers onderbouwen. We lezen dat een ton naar de BOH gaat en we vragen de wethouder waarvoor dit geld precies bestemd is en waarom dit bedrag van een ton. Hè? Je zou kunnen denken aan 1 FTE, maar dan moet het wel een hele dure medewerker zijn. Dus waarom een ton? Dat zou eens een klein vraagje. We omarmen het idee om een vertegenwoordiger van de statushouders een plek te gunnen in de participatieraad. En we maken, en dat is misschien een wat zakelijker opmerking over het geheel, een opmerking over de financiën. Gelden die in 2016 en 2017 tot ons zijn gekomen, die worden begroot tot 2019. En vervolgens ontstaat er volgens ons, maar misschien word ik straks gecorrigeerd, toch weer een potje. Toch weer een fondsje. En we hebben ooit gezegd in dit huis, we gaan niet meer met fondsen werken. We hebben een algemene reserve, daar kan het ingestort worden. Het kan bijgehouden worden wat je hiervoor uitgeeft, dus dan kun je het er ook weer uithalen. Maar is onze indruk terecht dat er een fonds ontstaat? En ik wacht de reactie van de wethouder even af. En dan kom ik er in de tweede termijn waarschijnlijk nog even op terug. Samenvattend, het gaat voor ons om een hele belangrijke aanpak die nog
veel belangrijker is geworden dan ik aan het begin van de avond dacht, dankzij de eersprekers. Taal is heel belangrijk, hebben we gehoord, maar taal zonder werk, ja, dan kun je nog zo goed de taal spreken, maar dan word je niet gelukkig. Dus taal en werk en gezondheid combineren en vooral, en dan sluit ik me aan bij collega's van de PvdA, zet ook in op de discriminatie terug te dringen. Maar dat is ook een ziekte die langzaam maar zeker in onze gemeente insluit. Dank u wel. En dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw Van Veldhuizen. Ja, dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft ook kennis genomen van het plan van de aanpak wat voor ons ligt en het raadsvoorstel Blijven is meedoen. Die slogan die spreekt ons als CDA heel erg aan. Voor vluchtelingen die statushouders worden, is het willen en mogen blijven heel fijn. Dat hebben we vanavond van diverse mensen die hier ingesproken hebben gehoord. Heel mooi om dit ook te horen. Het meedoen, zoals de integratie genoemd wordt, is ook voor hen een wens om gezamenlijk tot een goede samenleving te komen. En daarvoor is extra inspanning noodzakelijk. De extra financiële middelen vanuit het Rijk die de eerste 3 jaar worden ingezet zullen hiervoor nodig zijn. Voor het Hardenbergse vluchtelingenwerk een verhoging van 25.000. Prima, maar nog belangrijker is, en dat is ook de vraag of het genoeg is, maar dat we de juiste persoon vinden in de functie van aanjager en programmaleider. Want we hebben iemand nodig die alle initiatieven, en er zijn er inderdaad heel veel, die alles verbindt. En zodat we een totaal plaatje aan de meest optimale integratie kunnen bieden aan onze statushouders. Die persoon zal de kar gaan trekken om alle partners in het veld te verbinden en naar die gewenste resultaten te leiden. Er is heel veel goodwill, er zijn heel veel vrijwilligers. En om dat allemaal in een goed plan samen te vatten, ja, dat is een hele klus. Wij als CDA-fractie zijn ervan overtuigd dat met de juiste man of vrouw op deze belangrijke plaats en een goed bijbehorend budget de uitvoering van de ambities en de speerpunten in het voorliggende plan van aanpak mogelijk is. We hoorden net het voorstel van de PvdA om ook wat aan die discriminatie te doen, willen we van harte in meegaan en in meedenken. We vragen ook aandacht, is al eerder genoemd, maar voor de druk op de woningbestanden. En ik denk dat het stukje communicatie over de verdeling van de beschikbare komende woningen ook heel erg belangrijk is. En daar wil ik het voorlopig nog even bij laten. Een klein puntje nog even over begeleiding. We hebben het ook bij de eerste of de tweede inspreker gehoord dat passende begeleiding die past bij het niveau van een statuszoeker, een statushouder, wel heel erg belangrijk is. En misschien moeten we dan niet denken aan het ATC, maar aan vrijwilligerswerken op een passend niveau. Misschien kan de portefeuillehouder daar een reactie op geven. Dank u wel. Dank u wel. Ik denk dat de portefeuillehouder daar ook vast op terug zal komen. Hij is nog even aan het schrijven. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mooi dat u met zoveel hier weer vanavond bent. En ook heel veel waardering van onze kant uit voor de wijze waarop u hebt ingesproken. En als ik zie dat u, hoe ver u inmiddels al bent met uw taal, dan doet me dat zeer veel deugd. En denk ik van, we zitten hier juist met heel veel mensen die graag iets willen doen voor deze samenleving. Dus laten we er ook met elkaar vooral gebruik van maken. En laten we ook de middelen die we vanavond bespreken, want daar gaat het in de kern om van vanavond, zouden we de middelen die daarvoor vanuit het Rijk zijn gekomen ook op een goede wijze inzetten. En laten we ook vooral de zaken benoemen. En meneer Boersma, die heeft het volgens mij ook in dat opzicht goed verwoord. We doen al veel, dat klopt. Misschien heeft het inderdaad in dit stuk heeft het iets meer de sfeer uitgeademd van alsof we lijkbaar opnieuw zouden beginnen. Dat is dus niet zo. Want er gebeurt al heel veel activiteit binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook bij de STUW, bij het Alpha College, bij het Diaconaal Platform, bij Vluchtelingenwerk. Dus er zijn al heel veel projecten. En met de middelen die wij vanavond hopelijk met u willen kunnen vaststellen, formeel over 2 weken, maar dat ligt aan u als u zegt vanavond wordt het een hamerslag, dan kunnen we ook echt morgen aan de slag. En dat is ook heel erg noodzakelijk, want we hebben te maken met een grote groep statushouders die we graag ook de toekomstperspectief willen bieden. En laten we dan ook proberen om dat zo effectief te doen, zo effectief mogelijk. En het klimaat daarvoor is er in deze gemeente. Dat blijkt uit de hoeveelheid aan organisaties, dat blijkt ook uit de hoeveelheid aan vrijwilligers die we hebben, die daar graag een bijdrage aan zouden willen leveren. Dus laten we dan ook niet langer wachten om het
te gaan doen om het te verzilveren. Dan kom ik bij de vragen, want ik heb ook beloofd aan de voorzitter dat het niet te lang zou zijn. En ik ga even de reacties af van de verschillende fracties. Mevrouw Luiten, positief over het voorstel en uw oproep, volgens mij heel nadrukkelijk, om juist het thema discriminatie, racisme ook mee te nemen in het verhaal. Nou, dat lijkt me een hele mooie oproep, want die heb ik ook bij u anderen inmiddels gehoord. Ik moet alleen even gaan kijken hoe we dat, als het gaat om geld, zeg maar, gaan borgen. Want dat is nog even voor mij een vraagstuk, wat ik nog even zie, buiten dit voorstel om, zeg maar. Voorzitter, als ik een aanvullende vraag mag stellen. Ik heb ook even de cijfertjes bij elkaar opgeteld uit het stuk. En volgens mij komt er 1,7 miljoen binnen en geeft u 1,5 miljoen uit. Dus ik dacht, nou, dan is er meteen 2 ton voor antidiscriminatiemaatregelen. U maakt hele snelle rekensommetjes, dat klopt. Maar laten we eens bij de uitwerking gaan kijken hoe we dat vorm en inhoud kunnen geven. En daarop terugkomen, zou ik willen zeggen, met dat thema specifiek ook. Is dat een toezegging dat ja. nog komt voor het volgende? Ja. Of voor de... Nee, dat vraagt ook bij de uitwerking van het plan, dus als we het geld hebben vastgesteld, om dit thema dan verder mee te nemen. Dat is mijn toezicht. Okay. Meneer Kloekhorst, u had het over de wonen en de crisis. Ik denk dat het goed is dat collega Prins daar straks nog even rondom het thema wonen een korte reactie op geeft. Meneer Rodemond, volgens mij heeft u ook specifiek aandacht gevraagd voor de jeugd, als ik het goed heb begrepen. Dat ging even wat snel, maar ik kon het niet helemaal verstaan. En gelijke kansen, want dat is mij wel heel goed bijgebleven. Het gaat niet alleen om taal, zoals u zegt. En dat is terecht. Het gaat ook om werkervaring, werkstages, taalstages. Maar het gaat ook om een stukje maatschappelijke begeleiding van mensen. En juist denk ik dat we met het instrumentarium, wat we ook met deze middelen kunnen gaan organiseren, die gelijke kansen op zo goed mogelijk manier kunnen gaan inbedden. Want het gaat niet alleen nogmaals om het begin. Het gaat met name om gedurende rit, waar mensen mee te maken krijgen op vraagstukken rondom zorg, welzijn, werk, inkomen. Om ervoor te zorgen dat je dan ook klaar staat met het juiste pakket. Dus volgens mij past het goed in de doelstelling van de financiën die we vanavond vaststellen. Ja, en als het gaat om faciliteren van vrijwilligers. Ik denk dat we ook regelmatig ook in het overleg met het COA, want het gaat ook om vrijwilligers die op verschillende terreinen actief zijn, moeten gaan kijken of ze voldoende zijn toegerust om hun werk goed te kunnen doen. De vraag is wat daarvoor nodig is. Integratie en participatie, zoals u dat noemt. Ik kom bij meneer Gelling, VVD. Ja, de stroom is natuurlijk altijd ongewis, zeg ik dan maar. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gewoon kunnen zien. Wat feitelijk wel zo is, is natuurlijk dat we te maken hebben met een groep, een aantal statushouders waar we voor nu een opdracht hebben. En u heeft ook uit de tabellen kunnen zien dat er wat fluctuatie in zit. Ook de verwachtingen, maar het is altijd ongewis, zeg ik maar. Kijk ook maar nu naar het verhaal van het COA landelijk. Maar die statushouders die hier zijn, die een status hebben ontvangen, die willen we graag die plek bieden. En op basis van de aantallen die we nu kennen, zeg ik nou heel nadrukkelijk, willen we dit plan ook verder inhoud en vorm gaan geven. En we zullen blijven monitoren hoe zich dat verder ontwikkelt. Uw tweede vraag, die was mij niet helemaal scherp. Zou u nog een keer kunnen herhalen, wat doet de gemeente specifiek? Wat heeft u precies bedoeld met die vraag? Nou, ik heb dat stuk doorgelezen, de uitwerkingsakkoord verhoogde asielstromen. Daar zag ik wel heel veel dezelfde dingen in als in het voorstel wat hier ligt. Dus de vraag was eigenlijk, omdat u begint met ambities en speerpunten van uw aanpak blijven is meedoen, waar u dan afwijkt van dat uitwerkingsakkoord? Ja, de uitwerkingsakkoord, dat biedt ook een aantal instrumenten, maar we hebben hem heel erg lokaal hier vertaald. En wij willen ook juist het niet gelijk dichttimmeren. We zeggen met die middelen willen wij kansen bieden voor organisaties die er nu zijn, maar ook wel ruimte bieden voor nieuwe initiatieven. Dus dat is het voor bedoeld. En die mogelijkheid biedt ook dit akkoord om dat op die manier in te vullen. Daarom sta ik ook voor u nu om met u het kader van die financiën vast te stellen. En dat is dus gebruik maken van het instrumentarium wat er is, maar ook vooral ruimte bieden aan nieuwe projecten die zich ook aandienen. Mag ik daar even helder vragen? Want dat is toch even in combinatie met ook het eerste punt eigenlijk ter zake wat u verwacht over aantallen mensen waar we het over hebben. Is dat omdat de financiën zeg maar achteraf worden vastgesteld door de overheidsbijdrage, is het wel zaak om die monitoring heel helder te hebben.
En in uw plannen houdt u het wat bij vergezichten. Hè? En is het risico nog wel dat die vergezichten de verwachting wat overtreffen. Dat u achteraf wellicht in uw financiën niet helemaal goed uit zou komen. Nee, ik denk dat het is terecht opmerking. Maar we hebben ook gezegd dat onze financiën ook afhankelijk zijn van de taakstellingen die ons worden opgelegd. We hebben ook aangegeven dat we juist ook jaarlijks bij onze PNC-cyclus, bij de bestuursrapportage, duidelijk willen maken en laten zien hoeveel middelen er zijn om die taak te kunnen uitvoeren. Dus wij houden ook zeer zeker de vinger aan de pols als het gaat om taakstellingen die kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Uw oproep om helder te communiceren, die was volgens mij ook heel helder. Om juist ook hierover geen onduidelijkheid te laten bestaan. En ik heb ook volgens mij met andere zijden van de fracties, als het gaat om wonen, om daar heel specifiek en scherp in te communiceren, zodat dat voor geen enkel misverstand zeg maar uitlegbaar is. Meneer Boesma, de beweging van onderaf, dat heeft u nadrukkelijk ook geschetst. En u refereert volgens mij ook heel erg naar het traject wat we destijds hebben gelopen bij de start van het AZC. Ik heb al iets gezegd over uw opmerking dat het stuk uitademt alsof we starten, maar we zijn al gestart. Met deze middelen kunnen we juist die extra versnelling gaan aanbrengen en kunnen we nieuwe instrumenten ontwikkelen, juist voor de integratie van deze groep. Dus het is en. Het is goed om misschien de tekst daarop nog aan te passen, want ik denk dat dat terecht is. Het doet ook recht aan de partijen die zich nu dagelijks inzetten voor deze mooie zaak, zeg ik te maken. Wonen komt straks nog even collega Prinsen op terug. De ton is nadrukkelijk ingezet juist voor die aanjaagfunctie. We hebben namelijk met organisaties ook gesproken, Vluchtelingenwerk, Alpha College. En ook met name die partijen zeggen en de stuw van zorg ervoor, gemeente, dat je één iemand hebt die dat geheel bewaakt, coördineert, financiën ook kan sturen. En daardoor is ook voor een groot deel de inzet geweest van die middelen die we dan richting BOH schuiven, want het is personeel, zeg ik dan maar. Maar nadrukkelijk is de oproep geweest vanuit organisaties om de gemeente de regie te geven op programmaregie. Zo moet u dat zien. Als ik even mag, voorzitter. Er zit een laagje onder. Er staat in het stuk, die ton gaat naar de BOH. De BOH die benoemt iemand en die heeft een loonwaarde van 67.000 euro. En mijn angst is dat die 33.000 euro die dan overblijft naar andere middelen gaat, terwijl ik juist heel graag wil dat het hiervoor bestemd wordt. Dus wilt u het wel oormerken? Dat met... Nee, dat zeg ik u toe. Naar de middelen, het lijkt er een beetje op alsof wij praten over een fonds, hè, zoals u ook heeft gezegd. Dat is niet aan de orde. Het zijn echt geoormerkte gelden voor dit doel. Dus we hebben ook de opdracht vanuit het Rijk om die middelen die we daarvoor hebben in een meerjarig programma weg te zetten. Voor 16, 17, 18 of 19 zelfs, begreep ik. En zover gaat ook het bestuursakkoord. Dus ik zou eigenlijk niet over een fonds willen spreken. We hebben u met name inzicht willen geven in de middelen die we de komende jaren ter beschikking hebben. Zo moet u het lezen. Discriminatie heb ik volgens mij iets over gezegd. Mevrouw van Veldhuizen, uw allerlaatste vraag, dat ging over vrijwilligers, zou u die nog één keer voor mij kunnen herhalen? Want die heb ik niet helemaal meegekregen. De allerlaatste vraag was of er aandacht kon zijn voor meer persoonlijke begeleiding die passend was bij het niveau. Ja, dat is een goede vraag, want ik heb vanavond ook de insprekers gehoord. Ook de eerste inspreker die zei van, wordt er voldoende rekening gehouden met het niveau van mensen? Zijn wij heel erg gericht op het aanbod van wat we hebben? Of kijken we ook heel erg naar de persoonlijke behoeften van mensen? Praten we ook met mensen over wat ze kunnen willen? En proberen we dan ook het traject daarop aan te passen. Dus veel meer die maatwerkmethode. Dat is iets wat wij ook nadrukkelijk nu mee bezig zijn. We hebben ook wel gezegd, in het verleden hebben we misschien heel erg veel dat aanbod gebruikt van trajecten. Maar laten we nu in die transformatie, die we zelf ook doormaken, veel meer dat maatwerkgevoel ook plek geven, zeg maar, in de begeleiding van mensen. Dus daar gaan we zeker mee aan de slag. We zijn er nog niet, maar we zijn volgens mij goed op weg om dat vorm en inhoud te geven. En dat betekent dus wel een zwaarder traject in een aantal gevallen. Maar als dat leidt tot succes, tot uitstroom, tot maatschappelijke participatie, heb je het aan het eind misschien minder kosten dan blijven volharden in trajecten die niks opleveren, zeg ik dan maar. Helder kan ik niet zijn, volgens mij. Mevrouw de voorzitter, volgens mij heb ik de vragen beantwoord. Mag ik de wethouder nog een aanvullende vraag stellen, voorzitter? Deze kant.
Ik herken je stem niet. Je bent zo stil geweest vanavond. Maar ga je gang. Ja, wat ik daar ook moet zeggen. Hè? Goed, voorzitter. Ik hoor vanuit alle fracties eigenlijk wel een redelijk positief geluid over dit stuk. En de wethouder is volgens mij zelf ook enthousiast. Hij spreekt over nieuwe projecten, over mogelijkheden die uit het akkoord komen, over verdere inhoud en vormgeven op dit beleid, over een extra versnelling zelfs. Wat mij betreft een compliment voor dat enthousiasme. En een vraag die ik daarbij heb, zou het u helpen in uw enthousiasme en versnellingsdrang, zou ik graag willen zeggen, als wij hier als raad vanavond aangeven dat het voor ons betreft een hamerstuk wordt? Ja. Bedankt voor het antwoord. Zo kort en bondig heb ik hem nog nooit eerder gehoord. Maar meneer Boesma wilde ook nog een aanvullende vraag stellen, denk ik. Dan gaat het toch even over die financiën. In enig jaar staat er een bedrag. Dat kan zijn dat het bedrag niet uitgegeven wordt, om wat voor oorzaak dan ook. Het aantal statushouders noemt u maar op. Dan is de lijn, de financiële lijn, dat het aan het eind van het jaar teruggaat naar de algemene, of terugvalt naar de algemene middelen. En je zegt, geldt dat hier ook voor? Dat was de bedoeling van mijn vraag. Zover ik weet, maar goed, als het niet helemaal helder is, dan moeten we dat even voor u uitzoeken. Weet ik dat er vanuit 2016 nog middelen over zijn gebleven, die we mee hebben genomen nu naar 2017 toe. Dus geoormerkte gelden. Juist voor deze doelgroep. Maar dan zegt u mee, dan wijkt u in principe af, hoe het kan, hè, van onze beleidslijn die we met financiën hebben. De wethouder knikt ja, die achter u zit. Ja, dat kan, heb ik gehoord. Voorzitter. Meneer Gerling. Mag ik dan toch nog een vraag stellen? Want nu, meneer Boesma, zie ik ook overwegen om er op het verzoek van meneer Beukeman daar maar een hamerstuk van te maken. Toch nog één opmerking maken. Die ik anders in een volgende termijn heb gemaakt. Want de insprekers vanavond waren indrukwekkend. Absoluut. Maar mij bekroop even het gevoel dat het wellicht niet een volstrekte dwarsdoorsnede was van de vergunninghouder waar we het over hebben. En toch wel de vraag aan de wethouder. Door absoluut veel aandacht te besteden aan zij die hier vanavond ingesproken hebben en dat te faciliteren. Maar ook wel heel veel aandacht te besteden aan mensen die achterblijven en die wat extra aandacht nodig hebben. Want integratie, ik heb het vandaag een paar keer gehoord, is wel van twee kanten heel belangrijk. Dus enthousiasme onderstrepen wij degelijk, maar zorgt u er wel voor dat iedereen mee wordt genomen in het traject. Dank u wel. Mevrouw Luiten. Ik zou bijna zeggen, ze een tweede termijn doen. Maar goed, ga uit de gang. Nou, volgens mij zijn we daar al mee begonnen. Ik wilde namelijk eventjes, niet om nou meteen het feestje te verstieren. Maar ik vond het voorstel van meneer Beukeman natuurlijk fantastisch om gewoon maar meteen vanaf morgen te beginnen. Maar ik vrees dat hij in zijn enthousiasme dan toch een beetje over het hoofd heeft gezien dat mensen misschien nog amendementen willen indienen. Dat de ChristenUnie misschien nog iets wil doen over tonnen voor aanjagers en dergelijke. Dus ik denk dat helemaal als hamerstuk, dat zou dan toch wel heel jammer. Ik ken mevrouw Luiten eigenlijk wat kritischer normaal in ooit in de ronde als met amendementen komt, maar voor oké. Je kan een amendement natuurlijk ook in positieve zin gebruiken, dat is geen enkel probleem. Dat zou een positieve uitzondering zijn, mevrouw Luiten. Dank u allen. Uiteraard, mevrouw de voorzitter, het gaat over mij, dus dan mag ik even meepraten misschien. U heeft voor één keer het laatste woord. De heer Gelling trekt de conclusie, daar ben ik verbaasd over. De heer Breukelman zegt wat, ik denk, nou laat maar even. De wethouder heeft heel goed geproefd wat hier gezegd is. En het maken van plannen, of het uitbreiden van plannen, daar ga ik met hem mee, hè, het updaten van die plannen kan vandaag gebeuren en is volgens mij al lang gebeurd. Want je kent als wethouder je raad ook wel, je weet ook dat je raad niet afzet. Wat ik wel wil, en ik hecht eraan, dat ik het in een breder perspectief wil zeggen, dat ik ook dingen die niet in de notitie staan wil benoemen. Ik heb straks het woord discriminatie in Hardenberg genoemd, en daar wil ik gelegenheid voor hebben om er wat over te zeggen. En ik hoop ook dat andere partijen dat doen. Maar ik geef de wethouder alle krediet om morgen tegen zijn ambtenaar te zeggen, ga snel aan het werk. Mevrouw de voorzitter, in dat geval sluit ik me er natuurlijk helemaal bij aan. Ik geef de wethouder het laatste woord en daarna komt de heer Prins nog even over de huizen. Kan zich vast voorbereiden. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ja, dank voor uw reacties en ook de oproep van de heer Gelling, volgens mij ook om juist naar de hele groep te kijken. Als het gaat om ook niveauverschillen, soms ook taalniveauverschillen. Onze focus is op een hele groep gericht, laat ik dat heel helder zeggen.
Dat kan enorm helpen als je daarin een koplopersgroep hebt, zeg ik, die anderen kan enthousiasmeren en mee kan nemen. Dus in dat opzicht neem ik uw oproep ter harte. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Prinsen. Dank u wel, voorzitter. Ten tijde van de grote stroom vluchtelingen heb ik u ook meegenomen in de afspraken die we met corporaties hebben gemaakt om voor een adequate huisvesting te zorgen voor de statushouders, maar ook voor, noem het dan maar even, onze eigen Hardenbergers. En we hebben toen drie afspraken gemaakt. Plannen die er liggen proberen sneller te realiseren. Minder of niks meer verkopen als corporatie. En tijdelijke woningen. Nou, we hebben vorig jaar een opgave gehad van 150 statushouders. En die hebben we, heeft de gemeente Hardenberg kunnen huisvesten. We hebben daar geen achterstand op gelopen. En er zijn bij mij ook geen signalen bekend dat dat voor de doelgroep die ik zo pas noemde, dat dat hele significante problemen heeft opgeleverd. Want alleen al het niet verkopen van woningen, dat wisselt een beetje per jaar. Maar ga er maar vanuit dat het toch tussen de 30 en de 50 woningen altijd zijn geweest. En 50 woningen waar gemiddeld 3 mensen in zitten, dat is 150. En dat is net het aantal van, die, van de statushouders die, zich vorig jaar, die wij vorig jaar hier hebben gekregen. Er is nog wel meer aan de hand met de woningbouw. Vanaf 2020 dan zijn wij verantwoordelijk voor het huisvesten van de mensen die uit het beschermd wonen komen. Daarnaast ligt daar nu ook een geweldige opgave dat nieuwe mensen niet naar beschermd wonen kunnen, omdat voor de ouderen er, niet, er geen geschikte, voor de uitstromende geen geschikte woningen zijn. Dat probleem speelt zich voornamelijk af in Zwolle als centrumgemeente, maar we zien ook de druk bij ons wel toenemen. Nou, voor die hele categorie die we wel eens aanduiden met woonurgenten, hebben wij ook een paar afspraken gemaakt met corporaties. En corporatie De Veste en ook Beter Wonen, die zijn samen met ons bezig om, en dat is in Hardenberg en Ommen, om tussen de 20 en de 30 tijdelijke woningen te gaan realiseren. Tiny houses of dat soort achtige dingen. Dat project wordt gesponsord door de provincie. We hebben even wat oponthoud gehad omdat de provincie graag wilde dat ons concept dat het ook wat breder door de provincie zou gaan. Dus we hebben even wat inventarisatie moeten doen. Zijn er ook andere gemeenten die mee willen doen? Nou, dat heeft nog niet zoveel opgeleverd. Elke gemeente is toch wel zo zijn eigen ding. En als alles goed is, dan is de aanbesteding, en dat doen de corporaties. Dus ik zie de heer Gelling al kijken, zou dit goed gaan met het aanbesteden? Maar het, wij hoeven er niks aan te doen. Hè? Dus dat doen de corporaties. Die gaan de aanbesteding doen, meervoudig onderhands, en die aanbesteding is volgens mij binnenkort afgerond. We hoeven daar voor het realiseren van die woningen, hoeven zeer waarschijnlijk niet een hele lange procedure, ruimtelijke procedure te voeren, omdat ze op plekken komen waar de bestemming wonen al op zit. En als het niet zo is, zullen we dat met een tijdelijke bestemming doen, dat staat de wet toe. Dus we hopen, ik heb de hoop, dat we dit najaar nog zouden kunnen starten. Wat wel heel belangrijk is, is dat we dat heel goed, dat de corporaties, maar ook wij erop letten, dat het goed gecommuniceerd wordt met de buurt. Daarnaast heb ik volgende week een voorstel in het college om van een van de leegstaande scholen die we hebben, daar willen we voor een tijdelijke periode, willen we daar 5 appartementen ook in maken voor woonurgenten. Ja, en we willen dat niet allemaal zelf gaan doen, dan moeten we ook dat via de corporatie verlopen, ook daar krijgen we wat middelen van de provincie, omdat de druk met name op dat beschermd wonenverhaal vrij groot is. Dan heb ik het dus gehad over minder en geen verkoop en tijdelijke woningen. En het sneller bouwen, een van de dingen die gestart wordt rond de bouwvak, is bouwen Oosteinde, 34 appartementen. Met name voor jongeren, want dat is een doelgroep die, waar nog wel veel vraag naar woningen is. Worden huurwoningen, want de ontwikkelaar heeft het aan de belegger in deze Beter Wonen doorverkocht. Dus daar gaan we snel mee aan de slag. En in deze fase zie ik dat De Veste versneld 12 woningen heeft gebouwd. Dus die afspraken die we hebben gemaakt, en soms zou je het wel wat sneller willen, ja, zien we toch dat die vruchten hebben afgeworpen. Of dat voldoende is geweest, ja, dat is altijd lastig. Ja. Maar ik heb wel het idee dat het de grootste problematiek die we een beetje aan zagen komen, dat die dat in ieder geval heeft gekeerd. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zie dat de heer Boersma... Ik ben blij met het antwoord van de wethouder, want hij zet het in een breder perspectief. Hij heeft het ook, vooral over jongeren in onze woonvisie, zeggen we dat we jongeren meer kansen moeten bieden, ook in harde werken. Hij heeft het ook nog over een andere doelgroep. En waar ik voor opgeroepen heb, en dat nog wel een keer ga doen over 14 dagen, laten we alsjeblieft nou het probleem van de mensen met een bepaalde handicap niet neerleggen bij de statushouders, dat die de schuld hebben. Dat is iets wat we in de geschiedenis al eerder hebben gedaan en niet, zeker deze week niet nog een keer moeten herhalen. Heldere oproep. En ik heb geprobeerd in mijn beantwoording aan te geven, door ook aan te geven dat we gestopt zijn, dat men gestopt is met verkoop, dat de aantallen statushouders heeft kunnen opvangen. Ja, getalsmatig. Dank u wel voor de beantwoording. Ik kijk rond of er behoefte is aan de reeds uitgevoerde tweede termijn. Nee, dan is het geen vraag of het een hamer of een bespreekstuk is. Het is een bespreekstuk over 2 weken. Dank u wel. Dan komen we bij agenda punt 6, de rondvraag. Iemand behoefte aan het stellen van een rondvraag? Ook meneer Jonkhans niet. Dan gaan wij over naar de sluiting van deze vergadering. Dank u voor uw aanwezigheid.